Hey en welkom bij alweer een nieuwe video. Dit is echt de eerste vlog van 2017. Het is super lang geleden, maar ik ga weer beginnen. En dit is de eerste video. En ik ga vandaag naar de kermis in Oberhaus. En ik neem een gezellig dagje mee, dus let's go! Twee dagen nadat ik op de kermis in Duitsland ben geweest. Laten we een hele kleine review houden van de attracties waar ik in ben geweest. Ik ben in 4 attracties geweest. Laten we even een kleine samenvatting hebben hoe de kermis was. De kermis was echt een toffe kermis. Super leuke attracties. Ik wil groot zeggen, ze waren uber een beetje groot, maar waren echt super leuke attracties. Ik ben niet in alles geweest, aangezien het zo groot dat de kermis geweest is. En je hebt echt gewoon 3, 4, 5 uur nodig om alles te zien van de hele kermis. Maar de ritten zijn vrij prijzig, dus je moet wel een grote portemonnee hebben om er naartoe te gaan. Maar het is zeker aan te raden voor alle kermisfans en mensen die van attracties houden. Ga je daar een keer naartoe om een attractie te proberen of gewoon de sfeer te proeven hoe het is. Want een Duitse kermis is toch altijd wel anders dan de Nederlandse. Ja, dat was hem eigenlijk alweer. En ik hoop dat jullie deze video echt leuk vonden. Laat even ook weten waarover ik een video moet maken voor de volgende keer. En ik wens jullie nog een fijne dag of een fijne nacht wanneer jullie de video kijken. En tot de volgende keer.